aan me heen, denk je? Jongens. Hij lijkt wel op een haai. Dat heb ik niet verwacht. Zometeen komt er. De kinderen zijn even lekker. Ja, dat is korter. Boemer zo. Is dit jullie plekje? Super leuk dit, hoor. Terug, een stukje terug. Pak het kussen. Ziet er wel stoer uit dit, hè? Pupsie neer gaan leggen. Had je dit verwacht? Die veejacht. Alle tijd. Wat vonden jullie van deze eer? Water raakt dan. Mannen hebben honden. Poezel en Pip blijven daar. Een hele goede morgen. Welkom weer aan deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellia's. Van jullie vloggers. En we gaan met jullie op vakantie. Zoals jullie in de vlog van gisteren hebben kunnen zien, weten de kinderen nog niet waar we heen gaan. We hebben gisteren heel veel tips gegeven. En misschien kan papa nog een tipje geven. Ja, we gaan naar Schiphol toe. We gaan niet naar Schiphol toe. De piloten. Nee, we gaan niet naar Schiphol. Nee, wat is het voor pet? Dat was geen waar komen die vandaan? Van een cruiseschip. Hoe gaan we op een cruiseschip? Ja. Dat kan toch helemaal niet met de corona? Ja, ik weet het niet. We nemen hem voor de zekerheid mee. Sammy gaat mee, Boesel en Pip die gaan mee. Daniel en ik krijgen eerst les. En de kinderen ook. En de kinderen ook. Instructies. Cursus, een korte mini-cursus. Ja, een ochtendcursus. Want hiervoor zijn wel, moet je wel een beetje weten wat je doet en zo, zeg maar. Jullie weten het al, want hebben jullie gezien aan de titel. Maar de kinderen weten het nog niet. Dus wij gaan de spullen nog even inpakken en dan op de auto in. Ja, en ontbijten. En nog even ontbijten en dan, dan ga je dus zien. Nou, en nog even ons ontbijtje aan de keukentafel. We gaan je missen, keukentafel. Tot over een weekje. En dan eet smakelijk. Inmiddels zitten wij bepakt en bezakt in de auto met z'n allen. Luxie zit lekker hier met de pop. En Luan en Lucilla zitten hier. Hey, Luan en Lucilla. Hebben jullie al enig idee waar wij heen gaan? Wat voor een idee hebben jullie? Doen we maar even een gokje. De haven. Weilanden zien we. Hoe lang moeten we nog, kapitein? De piloot moet nog 23,5 kilometer. 23,5, dan zijn we er bijna. Net. Is het nat buiten? Ja. Ja, allemaal regen buiten. Open nat. Open nat? Ja. Is opa nat? Ja. Waar gaan we heen, denk je? Op vakantie? Ja. Ja. Dat klopt. Dat klopt, schatje. Ondertussen zijn ze een lekker filmpje aan het kijken. Kijk eens, Luan en Lucilla, waar varen we overheen? Over een brug. Over een brug. Volgende hint. Ja. De volgende hint. Ik hoop alleen wel een beetje dat het droog blijft met de wolken. Wat zou dat nou betekenen? En die blauwe containers? Dat is met die container aan het strand toe, weet je nog? Hè? Dat is ook een kleine huisje aan het strand gestaan. Even op het belletje. En we gaan naar binnen. Nou, dit zijn de huisjes, denk ik, jongens. Ik vind het niet zo mooie huisjes. Kijk, dit is een huis. Mooi, Luxie? Mooi huis. Mooi huis, zegt Luxie. Luxie zegt mooie huisjes. Nou, dit zijn de huisjes. Zo leuk, hè? Kids een beetje voor de gek te houden. Of in spanning te laten. Ja, wat gaan we doen, zegt Luxie. Wat gaan we doen? Ja, voor de gek. Wat gaan we doen? Kijk hier, wat is dit? Wat is dit? Oké, wat zou dat zijn? Daar zie ik een geboot. Nee, hoop. Hij lijkt wel op een haven. Nee, dat is waar niemand. Kijk eens. Dat is Jan. Die heeft ons uitgenodigd. Jan. Hallo. Hallo. Nou jongens, wij gaan op vakantie met die boot. Oh. Wat vind je ervan? Met die boot gaan wij op vakantie. Ik vind het echt heel mooi. Je had niet verwacht? Kun je de naam zeggen? Majoris. Majoris. Ja, dat is een jacht. Een privéjacht. Mam, je zei dat begon met een I en toen met een A, maar het begon met een A. Ja, maar het is een jacht. Ja, jacht. J-A-C. Kijk, dat is hem. Daar gaan wij vakantie mee vieren. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, dat vind je leuk? Ik zie elke keer gedijntjes. Ja, leuk hè? Luxie, heb je de boot gezien? Boot?
Jacht, ik zie. Allemaal, hè? Kan je, oh ja, jacht moeten we zeggen, hè? Dat is een hele grote boot. Jacht, kan je dat zeggen? Ja, jacht, goed zo. Ja, boot. Ja, hey, maar, papa heeft iets voor kinderen. We gaan nu instructie krijgen hoe we op zo'n jacht mee kunnen gaan lopen. En Jan, die zei, wat ik moet hebben, is een zwemvest. Dus kijk, Jan. Reddingsvest, zwemvest. Ja, dit is Jan. Jan en papa ook. Hallo Jan. Hallo. Ik zie ook het zwemvestje om. En dan gaan we naar de boot. Ik vind het alleen niet zo leuk dat ze hem om moet. Maar goed, we wensen wel aan. Kom maar jongens. Gaan we eens even kijken hoe die eruit ziet. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Kom maar, Sil. We zijn even benieuwd waar we vanavond slapen, jongens. Want kijk jongens, dit is me nu nog eens een boot. Jacht, moet ik zeggen. Kunnen jullie dat? Ja, hartstikke goed, Luan. Wauw. Kijk eens. Wauw jongens, kijk eens. Mama, dit ziet er mooi uit. Wauw, en een televisietje. Hier en een lekker rocheetje erbij. Wauw. En een keukentje, kunnen we hier ook koken. En een eettafel. En een super grote eettafel. Wat is er hier? Wauw, nou ga maar kijken, de deurtje maar open. Wat is dat? De badkamer. Is dit de badkamer? Wauw, oh, wat schattig, Lu. Moet je eens kijken, jongen. Dit was hier bij de kleine raampjes. Oh. Kunnen we hier ook douchen? Nee, kom. Ik vind het altijd zo schattig. Hele schattige deurtjes, hè? Zie je het, Luxie? Het is een boot, hè? Dit is de slaapkamer. Dit is een slaapkamer. Kijk. Oh, we hebben hier ook een lampje. Daar. Ja, hier een lampje. Kijk. Wauw. Nee, we kunnen hier allemaal slapen. Ja. Het lijkt wel een familiebed, zie je? Ja, dat is zo groot. Familiebedje. Ja. Oh, wat is dit? Oh, superleuk. Ook een heel klein raampje. Kun je naar buiten kijken? Oh, kijk, zo. Een horretje. Mama, en zelfs een spiegeltje. Kijk dan. Wc'tje. En dan een wasbakje. Super schattig. Een overtje, magnetron. Mama, kijk hier. Ja, ga maar kijken. Hoi. Hier kan je ook wat nog naartoe. Hier? Doe het deurtje maar open. Nog een badkamer. Nog één? Ja. Oh. Hé, hey, dat is handig. Supergoed. En het volgende deurtje. Wat is hier? Kijk, ook een bed. Nog een bed. Met een klerenkast. Oh ja, met een klein klerenkastje erbij. Oh. Nou, hier kunnen we ook slapen. We kunnen kiezen waar we willen slapen. Hier wil ik slapen, maar ook nog een wc. Dit is ook een wc. Hartstikke goed. Nou, we hebben heel veel wc. Ja, dat kan je kiezen. En hier nog. Een stapelbed. Oh nee, een stapelbed. Hier willen we slapen. Ja, willen jullie hier slapen? Oh. Rampje. Ja. Heel leuk. Ja, dan moet je klimmen. Ja, we hebben zelfs een plekje voor Sammy. Als de gordijnen wel goed dicht gaan. Ja, gaat hartstikke goed. Ondertussen hebben wij de bagage van de auto in de jacht. Jacht, moet ik zeggen. Majoris getild. En papa die had het nog niet gezien. Nee, ik wat vind je ervan? Mama, is dat lekker ruim, toch? Lekker ruim. Ja, de kinderen zitten al lekker te tekenen aan de tafel. Die hebben de tekenspel even neergelegd. En de hondjes die zijn er ook bij. En hoe ze pen? Mama was even bezig met de boodschappentassen uit te pakken in de keuken. We hebben twee koelkasten. Eén onder de bank en eentje daaronder. Is ook echt tof. Hier is het toilet. Het toiletje. Hierboven hebben we een heel klein deurtje. En dan gaan we dat deurtje door. En dan kom je boven. Dus dat kan je uit, hè? Hierboven kunnen we dus sturen. Hier hebben we het roer. Hier heb je de ramen. Kan je lekker naar buiten kijken. En we hebben er lekker een tentje. We hebben zelfs nog wat stoelen en wat tafeltjes erop waar we nog lekker kunnen relaxen. En hier zit je nu voor nu lekker droog. Zometeen komt de instructeur aan boord en die gaat met ons de eerste stukje meevaren. Zodat Daniel en ik ook uitleg van hem kunnen krijgen over hoe alles precies werkt. En hoe we dat allemaal moeten doen. Ook met havens en met door sluizen gaan. Super spannend. En hoe het hele varen gaat. Een beetje de regels gaat en zo. De kinderen zijn hier even lekker aan het spelen. In de saloon. Dit noem je de saloon. Noem je dit? Ik dacht hier de woonkamer. Dat kan ook. De woonkamer op de boot. Maar succes, hè. Ja. Ik ga hier het trapje naar boven. En wie hebben we hier?
Kapitein. Kapitein Daniel. Kijk. Gaan we varen, joh. Paul is instructeur. Kijk, die gaat mee. We gaan eens leren. Jij staat straks op de boeg. Ja. Want ik kan niet zien of ik met het anker door een zeil ga van een andere schip. Ah. Dus we moeten echt als team, man en vrouw. Ja, samenwerken. Juist. Als jij nou dat lijntje achter het vinger wil halen, in 1 minuut 2. Dit lijntje? Ja, dan zou ik er een lijntje uitvaren. Hoe moet papa die moet dus voorop staan en die gaat nu aangeven hoeveel ruimte er nog is. Nou, daar staat de auto. Dag auto. Tot over een weekje. Ja, bedankt hè. Doeg. Wij kunnen het samen. Ja. Ja, de boot aan. Nou jongens, dit is nou wel echt voor het echt hoor. Hi. Oké, gaan we eventjes naar de cockpit. Die boot gaat bewegen. Ja, met de wind. Ja. Nee, maar... Oh, ja. Andere kant. Nee, je bent heel alert. Naar voren en weer terug. En weer terug. Hij doet het al, zie je? Ja, gaat heel snel. En dan echt in neutraal, in het midden. Dat je niet blijft varen. We hebben dus net geleerd achteruit in parkeren. En nu hebben we hier aan de zijkant aangemeerd. Varen heeft leren knopen en dus ook hier van achteren aangelegd. En nu maak ze hem los en moet ik dus gaan leren weg te varen. Hey Varen, op tijd zeg hè, boem zo! Nou, zo tijdens het vaarles van Paul zegt hij: we hebben een reddingsmanoeuvre. Hiernaast ligt het bootje en die had motorpech, dus die hebben we nu even opgehaald. Varen is lekker met de kinderen, hallo! Hallo! Hallo kinderen! We zijn een boot aan het helpen, zie je dat? Ja, ik heb gehoord dat het boot erbij. We zien een reddingsmachine hier aan boord. Kijk, daar zit een ander bootje. Moeten ze even... Nee, je mag niet boven kijken. Je moet echt hier blijven nu, Luffy. En ik ben heel eventjes wat aan het maken voor de kinderen. Kijk, ik ben even wat aan het maken voor de kinderen. Hier een lekker cornflakesje, want het is lunchtijd. Kijk eens, Luxilla. En Luxie zit hier nog heel even lekker een filmpje te kijken, Luffy. En ondertussen... Kijk Luan naar de andere boot. Oh ja, lepel. Hebben we hier een la? Hebben we hier een lepel? Kijk eens. Alsjeblieft. Even lekker eten, hè? En Woezel en Pip hebben ook hun plekje gevonden. Woezel Pip? Is dit jullie plekje, Woezel Pip? Ja. Wat is dat allemaal? Ik heb Woezel Pip geëit. Ja, Luan is onze oppasser, hè, jongen. Luan die past op de meisjes, hè? Als mama en papa op het bovenop zitten, hè? Ja, ik ben er wel goed in. Ja, hartstikke goed, jongen. En Sammy die zit er ook mooi bij. Ja, zit die hier? Ligt lekker te slapen. Ja, die ligt lekker te slapen. Nou, gezellig huisje, jongens. Ja. Dan moeten we dus even het bootje hier terugbrengen naar waar wij dus deze boot van hebben gehaald. En dan kunnen wij verder gaan varen. En dan zit bijna de les van Daniel en mij erop. Ik moet zeggen dat het nog best wel heel erg moeilijk is af en toe. Dat ik, oh ja, die knopen. We hebben knopenles gekregen. En het aanmeren en het achteruitvaren en het omdraaien. En van allerlei manoeuvres al moeten doen. Maar ik denk dat Daniel en ik dit helemaal goed gaan kunnen de komende week. En daar hebben we er super veel zin in. Ze hebben een hele route voor ons uitgestippeld. Wat we de komende week gaan varen. Havens waar we gaan aanmeren en wat we er kunnen doen. En vandaag gaan wij straks aanmeren in Vianen. Dat is onze eerste plek waar we gaan slapen vannacht. Terwijl we nog lekker aan het varen zijn, ga ik even lekker een salade klaarmaken voor Daniel en mij. Hier een kastje, heel leuk. Met kijk, schaaltjes erin. Super leuk dit, hoor. En de salade. En dan kunnen we even lekker als middageten een saladetje eten. Dan hebben we hier een schaar. Ergens hoop ik. Nee, hier hebben we ook een schaar. Oh. Denk ik. Ja, daar. Aha. Hier. Schaar. Dat is een kant-en-klaar salade. Ook nog een slaapbak. Is het leuk al die kastjes openmaken? Nee, hier. Gevonden. Leuk hè? Nou, hier doen we lekker de salade in. Kijk. Pitjes erdoor.
Hoppatee. Jullie zien het niet, maar... Kijk. En het sausje erdoor. Dat ziet er lekker uit. Nou, kijk eens. Ook nog een lekker drinken voor jou. Wat ben je aan het doen? Huiswerk in maken. Zo, kerel. Wat goed. Nou, even wat lekker eten, hè? Gezellig dit. Kijk eens hoe gezellig. Kijk, en papa die staat daar boven. Zo, we hebben de andere boten eventjes teruggebracht aan de kant. Dus die wordt daar verder geholpen. En Luan en Luxie zijn daar. En Lucilla zit hier lekker te mama, tekenen. Als ik kan tekenen, ja? Kan ik hier op de tafel. Oh ja. Moet ik de tafel zetten? Ja. Zo. Kijk, hoe ze met Pip liggen hier, pampus. En Daniel is in het... Je hoort het aan de motor. Hij is het leren inparkeren. Of invaren. Aanmeren. Ik weet niet hoe je het noemt. Met de boot. Maar inmiddels is het heel hard gaan regenen. Kijk even naar buiten. Kijk. Overal regen. En daarna zit hier nog les te krijgen. En je hoort het getik op het, dak. Ik ga het niet. Ik spreek nog een halve meter. Dan kan ik erbij. Stukje terug. Stukje terug. Stukje terug. Terwijl papa nog even boven les krijgt, ga ik even de bedden opmaken. We hebben hier dekbedden. Lucilla gaat meehelpen. En schone beddenlaken gekregen. Ze kunnen mooi eventjes lekker de bedjes mee opmaken. Hey mama, en de kinderen willen hier liggen. Ik ga nu op gaan. Oh, wat dan? Kijk, oh ja. Iemand klimt er even op. Mooi jongen. Ah. En hoe ga je dan weer erop? En ga je er weer af? Zo. Ja. Kijk. Super. En zijn jullie er al over uit wie waar ligt? Ja, Lucilla gaat onder en ik boven. Oké, okay. Nou. Oh, en Lucille, kijk, hier is... Ja, dat is bedden gebeuren. Die ga ik even opmaken. Ja. Ik ga helpen. Kijk, deze gaan we eerst even pakken. Kom maar, ja. Voor beneden. Dit is een kussen. Mag jij het kussensloop doen? Goed? Nee, niet mijn kussen. Kijk, dit is een kussensloop. En dan hebben we hier het kussen. Kijk, kan je die daarin doen? Ah, een lampje. Als je 's ochtends wakker wordt, dan heb je dit uitzicht. En mam, kijk, hopelijk wel hebben. Met zon. Ook gordijntje. Ja, ook een gordijntje. Leuk, hè? Nou, Lucilla die doet hartstikke goed haar kussen, het sloop in het kussen. Of het kussen in het sloop. Pak het kussen. En dan doe je het kaartje van het kussen aan de binnenkant. En die punt. Wat mag ik nu doen? Even wachten. Dan heb je hem er helemaal in. Zo, en ik heb ons bed ook even lekker mooi opgemaakt. En Lucilla die is haar klerenkast al heel mooi aan het inruimen. Twee voor mij, twee voor Luan. Twee plankjes voor jou, twee plankjes voor Luan. Mooi met 2 uur. Oh ja, heel goed schatje. Nou, ook hier de kinderbedjes lekker opgemaakt, lekker fris. Hartstikke goed, Zil. Goed bezig. Dankjewel. Ondertussen ben ik even mijn eigen klerenkast aan het uitpakken. En is Lucilla alweer bezig in de badkamer. Ja. Kijk eens wat goed, schatje. Alles uit de tas, netjes neerzetten. Heel goed van jou, Zil. Woezel en Pip zijn net eventjes uitgelaten. Hè, Woezel? Ja. En Luan die is daar, zoals jullie zien, daar buiten. Die is papa aan het helpen. Want we gaan zo echt beginnen met varen. Het ziet er wel stoer uit dit, hè? Alles goed? Ja? Alles toppie? Goed man. Heel goed bezig, jongen. Haha, ik vind het hartstikke leuk. Nou, Luan die helpt papa eens even mee. Met het... Ja, ik wil ook even een beetje les. Ja, hartstikke goed hoor, jongen. Zo. Eén les. Twee les. Drie les. Die zo niet kennen. Kan mama zo kiezen. Die kant wel. Of die kant. Ja. Mama, heb jij een middentouw nodig? Is dit voor... Die kant en die is voor daar. Nou, helemaal top. Nou, dan gaan wij naar Vianen 2,5 uur varen. Nou, hartstikke goed. En dan gaan we slapen. En volgens mij komt het zonnetje door. Nee. En je zou het bijna niet zeggen, ondanks ik superveel had meegenomen, heb je echt overal van die kastjes waar je eigenlijk alles wel in kan opbergen. Kijk, hierboven zitten ook van die kastjes. En hier kan ik mooi even de kleertjes van Luxie neer gaan leggen. Zo, deze kastjes die zijn allemaal gevuld. Ook de klerenkast is gevuld. Maar ik heb dus nog gewoon ruimte over, jongens. Want ook onder het bed heb ik ook nog ruimte. Hier hebben we de luiers liggen van Luxie. En hier heb ik die overige tas waar al die kleren uitkomen. Die kan ik mooi hierin doen. En ik heb zelfs nog gewoon een kastje over. Onder het bed. Hoe
relaxed is dat. En ook alles in het kastje. Super veel ruimte hier. Heel erg goed gedaan, Sil. Dikke duim omhoog voor jou. En dan varen we die kant op, want we hebben de vaarkaart ingezet naar Vianen. Maar geen omhoog starten, papa. Oh. Dan gaan we. 1, 2, 3. Op een goede. Oeh. En dan druk je hier op. Hey, de toeter. Een toeter op. Ja. Oh, Luan. We zijn aan het varen, Lixie. En nee. Zie je dat? Ja, kijk maar naar buiten. We zijn aan het varen. Kijk. En wie zitten daar aan het stuur? Nee. Vader en zoon. En de pijlen houden. Als je het wil, is het echt wel recht. Vind je het wat, jongen? 8,7 km per uur. Oeh. Je mag je maximaal 9,5. Maar hij zei, dit is het meest zuinige en het meest voordelige en het beste voor de natuur. Dus ga mooi op koers. Vind dat jongen, hè? Half 3, 2 uur, dit nog voor ons, half 5, 5 uur. En Vianen. Half 5 uur. Ja, je moet het helemaal goed bijhouden, hè? Kijk, hier heb je allerlei metertjes. Hier zie je of je recht aan het varen bent. Watertank. Het roer. Dat betekent hoe leeg de machine. En wat is dit? Het noorden, het pasje. Noordoosten gaan we. Ja, dus dit is het echte mannenwerk, jongens. Ja, mannenwerk. Leuk. Huh? Ja? De vakantie is begonnen. Ja, het is al lang begonnen. Ja. Mannen, ik laat het sturen aan jullie over. Ja. Ga ik weer de saloon in. Kijk, we gaan hier naar binnen weer. En dan zijn we hier weer in ons lekkere saloonhuisje. Zo noem je het dus wat gevraagd. Wie heet het saloon, noem je dit? Woonkamer. Woonkamer. Ja, de woonkamer in de boot. Wat vind je ervan, Sil? Nee. Had je dit verwacht? Ah. Had je niet geraden, dit? Nee. Wat een mooie verrassing, hè? Ja, maar Luan had het wel geraden. Luan had het al een klein beetje geraden toen papa met de pilootpet aankwam. Of eigenlijk een kapiteinspet is dat. Heeft hij een keer van een kapitein gekregen. En Luxie? Ja! En Luxie, is het ook leuk? Nee. Nee. Bij de cruise was het nog een klein winkeltje. Ja, de pet heeft Luan vorig jaar bij de cruise vandaan. Vandaar dat het de kapiteinspet hadden we die al in huis. We zijn dus uitgenodigd door Yacht Charters Huiberts, als ik het goed uitspreek, om dus dit heerlijke weekje vakantie te gaan vieren met ons gezin op deze privéjacht. Super leuk om dit een keertje te ervaren met ons als gezin. We hadden er eigenlijk nog nooit aan gedacht om op vakantie te gaan met een eigen jacht. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is weer een super nieuwe ervaring. En kijk nou, ik kijk nou gewoon naar buiten. Ik zal jullie even mijn uitzicht laten zien. Kijk dan. Dit is gewoon super relaxed. We varen gewoon heerlijk over het water. We zijn niet eens in het buitenland. We zijn gewoon heerlijk op vakantie in ons eigen land. We zitten nu in een boot. En een jacht. En ik ga Lily even een rondrijdje geven, want er zijn heel veel dingen. Dit is de woonkamer, hoe het ook weer heet. En hier is een kleine keuken. Kijk. Heel kleintje hoor. En dit is de matron. En wat heel grappig is... Hier is de koelkast. Kijk, hier zitten ook alle spulletjes in. En hier is de wc. En dan doe ik het, daar is de kraan en daar is weer de wc. Is hoe deze kastjes eruit zien. Ik vind ze gewoon heel schattig. Kijk, daarboven zijn van die kastjes. En als je die dus open doet, dan heb je hier dus
Kijk, daar heb je dus het servies staan. En dit kastje ook. Als je open doet, dan heb je hier alle glaasjes staan. En ik heb zelf ook eten meegenomen. Dat heb ik hier neergezet. Hier hebben we alle houdbaarheidsdingen, zeg maar. Ik heb ook allemaal potjes en dingetjes. Je kunt het niet heel goed zien nu. Brood heb ik daar ook in gedaan. Nog wat chippies, wat lekkere dingetjes. Hier hebben we een koelkast. Die zit helemaal vol met, ja, gewoon voor de hele week, zeg maar, in principe. Hier staan de borden en de pannen. Dit laadje ligt dit. In dit laadje heb ik wat bestek. En dan heb je hier onder de bank dus nog een koelkast. En deze koelkast hebben we ook gevuld met wat drank. Kijk, wat nou super leuk is, als je hier aan de tafel zit, kan je gewoon hier naar buiten kijken. Naar het water. Hoe leuk is dat? Kun je gewoon hier buiten kijken. En wat ook klaar is. Nou? Hier zit de koelkast. Ja, die had ik net ook laten zien. Grappig, hè? Lekker huisje, hè, Sil? Ja, lekker huisje. Lekker huisje. Silla die wilde ook even sturen, schatje. Wauw, Sil. Ja, dat is dat metertje. Als die op de nul zit, dan betekent dat het roer recht is. Dat is een metertje. 8,9 km per uur. Alle tijd. Geen haast hebben. Alle tijd. Een week lang wonen op deze mooie jacht. Wij hier moeten ze om de af. Helemaal naar Vianen. Inmiddels zijn wij aangekomen in Vianen en liggen wij hier aan een havenplaats. Wat vonden jullie van deze eerste vaart? Cool. Cool, hè? Ja. Ja. Dus hier gaan we vannacht slapen, hè? Ah, op de boot. Ik slaap op. In de boot. Dit zijn trouwens hele handige zwemvestjes. Deze zijn niet zo heel groot en heel dik, maar hierin zit een sensor hieronder. En als dit dus het water raakt, dan poem, springt dus het vestje open en blijft dus het hoofd boven water. Mam, dan moet je dit aantrekken. Waardoor, nee, dat gaat vanzelf. Gaat automatisch. Ja, dat gaat automatisch. Nee, niet boem. En zo lopen we weer helemaal terug. Meisjes zijn hier nog eventjes lekker aan het kleuren. Luan, die is de hond even uitlaten samen met papa. Ja, inmiddels ruikt het hier al heerlijk. Want ik sta lekker te koken. Groenten, wat pennen en wat hamburgertjes. De mannen hebben honden. Honden uitgelaten. Dat is gelukt. Super. En het eten is klaar. Lekker. Nou, ik heb de kapiteinhut mooi opgeruimd. En ga je heerlijk bij mijn vrouw en kinderen in de saloon. En het is hier echt heerlijk. Eet is klaar. De tafel is gedekt. Ja. Dat is een leuke eettafel. Het is wel lekker. Is het lekker? Oh, deze. Het ruikt ook verrukkelijk. Gezellig. Ik kwam de cockpit binnen. En toen dacht ik, wat lekker. Oh, Woesel en Pip blijven daar af. Hè? Jullie hebben bakjes. Vond je dit nou weer een leuke vlog, Deuvelen? Dankjewel. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe jachtvlog. Oh, we gaan weer. Doei. Doei. Volg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem. Boem boem mee. Dans mee en blijf niet staan.